Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik dacht, laat ik nog eventjes snel één video wijden aan Halloween. Het is bijna zover en voor de mensen die het leuk vinden en Halloween gaan vieren, heb ik nog deze in elkaar gezet. Een hele leuke Halloween lantaarn. Ik heb er een verlichting in gedaan, ziet er heel leuk uit. Er zit een deurtje in, dan kun je zelf bijvoorbeeld een ledstripje of zo erin doen. En s'avonds geeft dat echt heel erg leuk licht. Allerlei figuurtjes erop, boven en onder. Dus vind je het leuk en wil je deze ook maken? Blijf vooral even kijken tot het einde van de video. Ik zal ook bij de video vermelden waar ik de bestanden vandaan heb. En dan wens ik jullie veel plezier met Halloween, mocht je het gaan vieren, en met de video. Ik heb het ontwerp ingeladen in Lightburn, zoals jullie kunnen zien. Niet alles past in één keer erop. Het viel net buiten mijn werkbereik, dus die ga ik apart uitsnijden. Dit duurt ongeveer een uur. Hij is nu net begonnen. Zoals je kunt zien, ik zal tussentijds wel af en toe een update geven. Hoe ver die is. En als die helemaal klaar is, dan ga ik hem in elkaar zetten. Nadat ik hem heb voorzien van een kleurtje. Even kijken, inmiddels is die 18 minuten onderweg. Zoals jullie kunnen zien is er al redelijk wat gesneden. Dan gaan we openmaken. De onderkant zie ik al. Ik zie kleine spookjes, pompoentjes. Aan de bovenkant. Nou, hij moet nog even kijken. Dat geeft hij aan. Ongeveer 51 minuten. Dus ik kom tussentijds alweer even terug bij jullie. Met een volgende update. Even kijken. Inmiddels is hij 43 minuten onderweg. Bijna 44. Nog 25 minuten te gaan. Hij is al een heel eind verder weer, zoals je kunt zien. Hierachter is hij nu bezig met de zijkanten. Dus ik laat hem nog eventjes lekker een klein half uurtje doorgaan. En tussentijds kom ik wel even bij u terug. Om de raampjes wat mat te maken kun je perkamentpapier of bakpapier erachter plakken. En die kun je uiteraard ook gewoon snijden met je laser. En dat is wel zo handig. Nou, zoals jullie kunnen zien is alles uitgesneden inmiddels. Ik heb de zijkanten, de boven- en onderkant. Ik heb bakpapier heb ik uitgesneden met de laser. Dat komt dadelijk achter het raampje, zeg maar. Dan schijnt het lampje er niet zo doorheen. Geeft een leuker effect. Die lijm ik er straks achter. Nou ja, de volgende stap is dat ik ze allemaal ga spuiten. Ik maak ze zwart. En dan ga ik de papieren, de bakpapier erachter plakken. En dan ga ik hem in elkaar zetten. En dat volgt in het volgende gedeelte van de video. Nou, ik ga hem even een paar lagen verf geven. Gewoon zwarte verf. Dunne laagjes opzetten. Ik denk dat ik 2 of 3 laagjes en dan is het wel goed. En dan kunnen we hem in elkaar gaan zetten. Helemaal tafel onder. Nee, maak ik wel schoon. Ik ga hem even laten drogen en dan komt de tweede laag erop. We gaan de tweede laag opzetten. Even schudden. Weer even laten drogen. En weer een laagje erop. Het is tijd voor laagje 3. Zo. En als het dadelijk allemaal droog is, dan moet ik de achterkant ook doen. Want als je die dingen in elkaar bouwt, dan kun je natuurlijk... Nee, dat hoeft trouwens niet, want er zit mat papier achter. Dus je kunt er niet doorheen kijken. Nee, dus dat hoeft niet. Alleen de onderkant van die, denk ik. Want die komt boven en dan kun je er misschien onder kijken. Dus die ga ik nog eventjes aan de onderkant doen. En de rest hoeft volgens mij allemaal niet. Nee, deze moet aan de andere kant ook. Want die zit bovenop en die kun je aan weerskanten bekijken. Dus die gaan we omdraaien, die gaan we 2 keer doen. En deze.
Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik zelf ben niet zo van de Halloween en ga ook geen Halloween vieren, maar wel leuk om die dingen gewoon in huis neer te zetten. Kleed toch wel aan. Mocht je wel gaan vieren, alvast veel plezier. En dan hoop ik jullie weer te zien in een volgende video. Later!